ik ben Jordi Haberts en namens MUMC Sport en Beweeg heet ik jou van harte welkom tijdens deze beweegsessie. Het is weer zover, het is donderdagavond en je weet wat dat betekent. We gaan weer een heerlijke full body training doen. Yes, van maar liefst 30 minuten lang. Zet zo meteen een heerlijk muziekje op om heerlijk in die flow te komen en dan gaan we er samen tegenaan. Wat hebben we vandaag nodig? Niet heel veel. Ik ga 2 flessen water gebruiken. Als gewicht. Dit kan je ook thuis gebruiken. Dat doet iedereen in huis als het goed is. Heb je meer iets van gewichten of kettlebells of dergelijke, gebruik deze dan. Heb je thuis niks in huis, geen zorgen. Dan doe je gewoon lekker alles met je eigen lichaamsgewicht. Doe je gewoon de beweging na. Yes, ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. Voor de rest heb je een handdoekje nodig en een flesje water. En voor de rest komt het helemaal in orde. We gaan zo meteen beginnen met de warming-up. Vervolgens gaan we door naar de kern, wat heerlijke full body oefeningen doen. En dan gaan we stretchen. En dan zit het er weer op en zijn we helemaal klaar voor de avond. Yes, we gaan beginnen. Je gaat lekker op de plek joggen, doe maar mee. Gebruik lekker je armen om even die hartslag lekker omhoog te brengen. We hebben een drukke werkweek achter de rug, of een drukke dag. Dus het is even tijd om lekker terug naar jezelf te gaan. Even te kunnen afschakelen. Heerlijk, kopje lekker leegmaken. Yes. Perfect, en beweeg maar naar voren. Prima. Hartstikke goed. Yes, ga door. Prima. Goed zo. Perfect. En relax de armen. Oké, we brengen de hakken naar de billen. Yes. Perfect. Goed zo. Even lekker die beenspieren losmaken. Die hebben we vandaag flink nodig. Heel goed. Prima. Ga zo door. Lekker. Hou het vast. Prima. Heel goed. En go. Yes. Oké, knie omhoog. Hop. Perfect. Even licht contact met de vloer. En doe je knie maar omhoog. Yes. Beweeg je armen goed mee. Prima. Lekker bezig. Ga door. Hartstikke goed. En wissel. Andere kant. Hop. Licht grondcontact. En lekker omhoog. Goed zo. Lekker die heupen losmaken. Prima. 2. 1 en relax. Super. Lichte kniebuiging. Je gaat draaien naar achteren. En kijk even mee achter je schouders. Op het gemak om even die romp lekker wat los te maken. De schouders. De nek. Helemaal goed. Ga door. Prima. En relax. Super goed. Kniebuiging. En we gaan cirkels maken vanuit de knieën. Heel goed. Super. Andere kant. Hartstikke goed. Ga door. Perfect. Oké. De balans bewaren en je gaat lekker de voet losmaken. Van binnen naar buiten. En andersom. Hartstikke goed. En even wisselen. Prima. Goed zo. En switch. Perfect. Naar de polsen. Heel goed. Hebben we ook flink nodig vandaag. En even wisselen. Andere kant uit. Prima. Armen. Lekker omlaag en omhoog zwaaien. Goed zo. Perfect. Heel goed. En links en rechts. Prima. Wissel ook maar af met omhoog en omlaag. Goed zo. Super goed. Ga door. En als laatste de nekspieren. Kijk even omhoog. Kijk naar de linkerschouder. Kijk naar de rechterschouder. Super. Prima. En gooi lekker los. Oké, toppers. We gaan door met de eerste reeks als volgt. De eerste reeks bestaat uit 2 oefeningen. Je mag je gewichten pakken. Ik gebruik hier voor de flessen. Hou je gewichten op deze hoogte. Voeten op, schouderbreedte, tenen wijs iets naar buiten. We gaan zo meteen squatten. En we pressen de gewichten omhoog. En terug in een squat. Yes. Oefening 1. Doen we met me mee. 10 stuks. Daar gaan we. Zakken. En press. Yes. Dan kan je met allerlei gewichtjes doen. Kijk voor jezelf even aan wat je lekker vindt. Of zonder gewicht. Ook helemaal goed. Dat je knieën niet te veel naar binnen gaan, druk ze stevig naar buiten.
Perfect, nog 4 stuks. Heel goed. Lekker. En de laatste. En press. Goed zo, gewichtjes houden we vast. 1 been voor. Volgende oefening, side raises met front raises. Yes, ook wel lekker voor die schouders. Daar gaan we, 10 stuks mensen. There we go. Prima. Lekker 10 stuks. Neem je ademhaling. Rustig in en uit. Super. Probeer je pinkje lekker een beetje in te draaien op de helft. Voor extra spanning in die schouders. Ga door, super goed. Laatste 3 stuks. Heel goed. Prima. En de laatste. Super. En relax. Super goed. Oké. We gaan terug naar oefening 1. Binnen 5 seconden. 3, 2, 1. Squat en press. Goed zo. Gewichtjes mag je lekker verticaal houden. En press. Span je buikspieren aan. Goed zo. Push. There we go. 6. 7. Kom aan. 8. 9. En 10. Super knap. Gelijk doorwisselen. Welk been moet voor, is niet per se verplicht, het is puur wat je prettiger vindt. Dus links of rechts, dan allebei, daar gaat hij. En zijwaarts, go. Perfect, goed zo, ga door, prima. Hou dat tempo vast. Goed zo. 5, hou vol, kom aan. 6, laatste loodjes, there we go. Prima. En we gaan naar 8, heel goed. 9, en de laatste. En relax. Leg je gewicht eens even neer. Pak hier een klein slokje water. Belangrijke mensen, blijf goed drinken. Zowel tijdens je training als gedurende de dag. Heel belangrijk voor je organen, je spieren, je huid, noem maar op. Win-win. Goed zo. We gaan door naar de laatste ronde van reeks 1. Nog 1 keer de squat met de shoulder press. En nog 1 keer de schoudertjes. Ik ben er klaar voor. Daar gaat ie. Pak je gewichten. 3, 2, 1 en actie. Let's go. En squat en press. Come on. Boom. Hou vol. Let's go. Push. Goed zo. Laatste 4 stuks. 3, 2 en 1. En relax. 1 been voor. Zijwaarts. Come on. Doe maar mee. Goed zo. 2, goed, ga door. 3, hou vol, kom aan. 4, lekker bezig. 5, op de helft, ga door, goed zo. 7, nog 3 stuks. Kom aan. 9, en de laatste. En relax, super goed. Oké, dit was de squat en de shoulder press voor de beenspieren, de schouders. En de side en front raise ook voor de schouders. Nu gaan we meer focussen op de achterkant van de bovenbenen. Dus de hamstrings en de billen. Ook een goede core oefening. We gaan namelijk door naar de Romanian deadlift. Pak die gewichtjes vast. Voeten lekker smal. Iets minder breed dan schouderbreedte. Gewichten hebben continu contact met het lichaam. Knieën licht gebogen houden. En je heup kantel je naar achteren. En je zak met de gewichten over de benen onder de knie. En je komt naar voren met je heup en je probeert je bekken goed naar voren te kantelen. Billen aanspannen, alsof er eigenlijk een euromunt tussen zit en die mag niet vallen. Dus goed aanspannen. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, go. Zak, 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 recht de rug en naar voren. Let's go. Zak, 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 hop. Span je billen aan, heupen goed naar achteren. Probeer je rug een klein beetje hol te maken, ook niet te bol. En go. Yes. Ga naar 5. Druk je hakken stevig in de grond. Let's go. 7. Push. Come on. En 8. Lekker. Ga door. 9. En 10. Super goed. Dat was voor de hamstrings, de billen. We gaan oefening 2. Leg die gewichtjes neer voor de schuine buikspieren. Oké, wat ga je doen? Je gaat tegenovergesteld te werk. Linkerknie en rechter elleboog. 3. 2, 1, go. 10 stuks links, rechts. Daar gaan we. Boom. 4. Trek je navel in. Kom aan. 6, 7, 8, 9, 10. Wissel andere kant. Kom aan. Goed zo. Boom. 3, 4. Hou vol. 5, 6, 7, 8,
9, 10. En relax. Supergoed. Oefening 1. Romanian deadlift. 3, 2, 1. En go. Zakken. Hop. Probeer een klein beetje meer naar beneden te kijken. Zo blijft je nek mooi recht met je rug. Hou dat vol. Knijp je billen samen. Kom aan. Goed zo. Lekker bezig. Prima. Kom aan. Goed zo. Twee stuks. En de laatste. Yes. En rust. Gewichtjes neer. 5 seconden. Schuine buikspieren. 4, 3, 2, 1. En go. Kom. Hop. 2. Explosief. 3, 4, 5. Kom op. 6, 7, 3, 2, 1. En wissel. Gelijk door. Kom aan. Hop. Ga door. Goed zo. Let's go. Hoppa. Lekker. 3 stuks mensen. 2, 1. En relax. Even chill. Heel goed. Pak even een slokje water als je dat nodig hebt. Een paar seconden. En dan gaan we door naar de derde ronde van de tweede reeks. Nog één keer de deadlift. En nog één keer de schuine buikspieren. En dan gaan we door naar nummer 3. Alright. Pak je gewicht maar weer op. Heel goed. Dan gaan we spreidstand. Bekken kantelen naar achteren. Zak, 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 zak. Hop. Probeer niet door je knieën te buigen vanuit hier. En go. Heupen naar voren stoten. Let's go. Perfect. Yes. Druk je hakken stevig omlaag. En go. Yes. Nog 5 doen we dan. Come on. Nog 4. Heel goed. Let's go. En de laatste. Yes. Supergoed. De beetjes mag je neerleggen. Dan gaat die schuine buikspieren. 3, 2, 1. En go. Come on. Hop. Yes. Hou vol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Switch. Come on. Goed zo. 2, 3, 4, 5, 6. Nog 4, 3, 2 en 1. En relax. Supergoed. Hopelijk alles lekker daar. Heerlijk toch. Lekker naar een lange werkdag even afschakelen met een workout. Heerlijk, genieten. Oké, we gaan door naar ronde 3, reeks 3. We gaan naar het bovenlichaam. Je gaat lekker op je rug liggen. Als volgt. Pak je twee gewichtjes, pak je vast, verticaal. En je gaat de gewichtjes, de ellebogen, langs je lichaam brengen en omhoog uitstoten. Yes. Doen we eerst 8 presses verticaal. Vervolgens 8 presses horizontaal, dezelfde beweeguitslag. Yes, daar gaat hij. 3, 2, 1 en go. Zak, zak, zak. Press, goed zo. 2. Voor je triceps. 3, kom aan. 4, goed zo. 5, 6, hou vol. 7 en 8. Draai maar horizontaal. Elleboog een klein beetje meer naar binnen houden. Zak, zak, zak. Press. En go, yes. 3, lekker op het gemak. Met je spier lekker onder spanning. 5, kom aan. 6, hou vol. 7 en 8. Goed zo, leg je gewichten maar naast je. Gaan we een combinatie maken voor je hamstrings, billen en de buikspieren. Als volgt. We gaan een glute bridge, dat is deze oefening, dus met je heup omhoog, combineren met de buikspieren. En we tikken, komen een klein beetje van de vloer met onze schouders om onze knie aan te tikken. Yes? 10 stuks. Daar gaat hij. 3, 2, 1, en hop, en kom omhoog, hop, yes, 2, ga door, 3, 4, kin zo laag mogelijk houden, kom aan, 5, klein beetje naar achteren, yes, daar gaan we, en 6, goed zo, 7, en 8, goed zo, laatste loodjes, 9,
En de laatste omhoog. En yes, prima. Belangrijk is bij die glute bridge dat je je billen weer goed omhoog houdt. Billen aanspannen. Alsof je weer die euromunt ertussen hebt zitten. Hard maken. En vanuit daar kin omlaag en de schouders van de grond. Super goed. Door naar de eerste oefening weer. Daar gaat ie. There we go. 8 stuks verticaal, 8 horizontaal. There we go. En press. Goed zo. 2. Come on. 3. 4. Hou vol. 5. 6. Come on. 2. En 1. Horizontaal draaien. Zakken. Push. 2. Goed zo. Hou de tempo vast. 4 stuks. 4. 3. 2. En 1. Lekker bezig. Heel goed. Keurig. We gaan door naar de glute bridge met de buikspiertjes. 5. 4. 3. 2. 1. En go. Omhoog. Lekker kantelen. En tik aan. Goed zo. Omhoog. En go. Prima. En 3. Super goed. 4. Let's go. 5. Kom maar. Lekker. There we go. 6. 7. 8. Nog 2 stuks erop. Super goed. Omhoog. En de laatste. En relax. Super goed. Pak even een slokje water, mensen. Hartstikke lekker. Weer een fijne combinatie tussen bovenlichaam, de buik en de benen. Goed. We gaan door naar de derde ronde van de derde reeks. Pak de gewichten. 8 stuks verticaal. Daar gaan we. En zak. Push. Goed zo. Prima. Ga ze door. Kom op. Lekker bezig. Ga door. En de laatste. Horizontaal. En press. Kom maar. Goed zo. Lekker. Houd het vol. Nog 2 stuks. En de laatste. En relax. Gewichtjes neer. Daar gaan we. 3, 2, 1, go. Hop. Hop. Come on. Goed zo. 3. Adem uit omhoog. Maak het makkelijker. 4. Let's go. 5. Come on. 6. Goed zo. 7. En 8. Lekker. 9. En de laatste. 10. En relax. Super goed. Lekker even omhoog. Even chill. En dan gaan we naar de laatste ronde, reeks 4. Nieuwe 2 oefeningen. En dan zitten we alweer erop. Je ziet het, we hebben weinig tijd, middelen nodig om een heerlijke sessie te doen. Geen excuses. Weg met die excuses. Toch even lekker trainen. Ook heerlijk afschakelen, ook mentaal na zo'n werkdag bijvoorbeeld. Naar een drukke week. Zeg het ook voor mensen, heel belangrijk. Blijf in beweging deze tijd. We gaan door naar de vierde reeks. We gaan weer 2 oefeningen combineren. Als volgt. We gaan eerst naar de buikspiertjes. En vervolgens gaan we nog een keer inzoomen op de triceps. De achterkant van je armen. Ook wel vaker de chicken wings genoemd. Die gaan we lekker even aanpakken. En vervolgens gaan we naar heerlijke stretches. Yes. There we go. Oefening 1 voor de buikspieren. Ga lekker liggen op je rug. Sorry, op je ellebogen, dat bedoel ik. Knieën licht gebogen houden. En je gaat vanuit je heupen, je benen, hop. Eigenlijk deze beweging laten maken vanuit de heup. Dus we willen niet te veel vanuit je knieën licht gebogen houden. Schouders van de grond, navel intrekken, buikspieren aanspannen. Kin laag houden. En dan gaan we die doen. 15 rechts, 15 links. Yes, there we go. Daar gaat hij, hop. Span aan en adem uit. There we go. 10 stuks. 7. Ga door, 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 door. 5. 4. 3. 2. 1. En relax. Supergoed. Die gaan we combineren met de triceps. Als volgt. Plaats je hand onder je schouder. Pak dit gewichtje vast.
Elleboog in de zij en ga naar achteren strekken. Hop. Yes, daar gaan we. 10 stuks rechts, links. En go. Perfect. Hou je bovenarm stil. Puur vanuit je onderarm ga je de beweging maken. There we go. De 4. 3. 2. En 1. Wisselen. Andere kant. Daar gaat hij. 10 stuks. Goed zo. Span je buikspieren aan. Ga door. 5. Goed zo. 6. 7. 8, nog 2 stuks. En de laatste. En relax. Supergoed. Hartstikke knap. Oké, dan gaan we. Buikspiertjes. De elleboog ondersteunen. 20 stuks. Kom aan. Rechts, links. 5, 6, 7, 8. Kom op. 9, 10. Ga door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. En ontspan. Supergoed. Ga gelijk door naar de triceps. Ga maar, daar gaan we. Here we go. Pak je 15 rechts en 15 links. Bouwen hem op. Kom aan. 2, 3. En knijpen die triceps. Belangrijk. 5, kom op. 6, 7, 8, 9, 10. 5 stuks. 5, 4, 3, 2, en 1. En wissel door. Andere kant, 15 stuks. Kom aan. 3, kom op. 4, 5, 6. Hou dat tempo vast. Kom aan, kom aan, kom aan. Nog 6 stuks, mensen. 6, 5, 4, 3, 2, en 1. En relax. Even een laatste slokje water. En dan gaan we door met de beslissende ronde. De laatste ronde van de laatste reeks. Nog even alles geven. Pakken we 25 stuks buikspiertjes. En dan pakken we 20 stuks rechts, links, triceps. En dan gaan we lekker stretchen. Yes, daar gaat hij. Maak je klaar. Op je ellebogen ondersteunen. Schouder van de grond, navel intrekken. We zijn begonnen. Kom aan. 3, 4, 5, 6, 7. Kom op. Ga door. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10 stuks, 10, 9, 8, 7, kom aan, hou vol, 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 4, 3, 2, 1, en relax, super knap, alright, laatste triceps, 20 rechts, 20 links, here we go, we zijn begonnen, kom aan, knijp in die triceps, here we go. 8, 9, kom aan, 10, 10 stuks, daar gaat hij, kom aan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lekker, laatste 20, daar gaat hij, de beslissende, 4, 5, 6, ga door, 7, kom aan, 8, hou het tempo vast, 10 stuks, kom aan, ga door, ga door, ga door. Laatste 6 stuks. 5, 4, 3, 2, 1. En relax. Supergoed. Leg je gewichtjes aan de kant. En je gaat even lekker stretchen. Ga lekker op je rug liggen ontspannen. Ah, heerlijk. Strek je even helemaal uit. Adem even lekker in door je neus, door je mond uit. Chill. Vervolgens, je linkerbeen blijft gestrekt op de vloer en je rechterknie trek je helemaal in. Ook de tenen even goed intrekken. Nu heb je ogen dicht. En wissel, andere kant. Allebei de knieën.
de schouders op de grond en je gaat je knieën helemaal zijwaarts intrekken. Schouder op de grond houden. Even het intrekken en we wisselen. Heel goed. Kom je lekker langzaam rechtop zitten. Doe je benen, je voeten, voetzolen in elkaar. En je knie druk je lekker naar buiten. Voel de stretch in je lies. De binnenkant hier van je bovenbeen. Prima. Je rechterbeen op deze manier, mooi vanuit je heup, zijwaarts en hier precies hetzelfde, knie op 90 graden, je komt lekker naar voren voor de stretch in je billen. En je gaat je zijwaarts verplaatsen. Wisselen, andere been voor. Lekker naar voren. En ga je zijwaarts. Lekker op je buik liggen. Plaats je handen naast de borstspieren. Druk jezelf omhoog. Ben je heupen zwemmen op de grond te houden. Kijk omhoog. Maak je zo klein mogelijk met je armen gestrekt. Hier halen. En nog een keer klein maken. Die ladder omhoog. Heel goed. Super. Doe je de vingers in elkaar. Goed naar buiten drukken van de schouders. Weer omhoog. En achteren. En lekker los. Je elleboog richting je lichaam. Voor de schouderstretch. Super. Even wisselen. Je nekspieren, zijwaarts druk je deze stevig naar beneden. En wissel. En omlaag. En als laatste je onderarmen en vingers intrekken. En switch. Even lekker alles los. Haal nog een keer diep adem vanuit hier. Maak je lang. En lekker uit. En dan geef je jezelf een applaus.
Dat heb jij super goed gedaan. Ik ben heel erg trots op jou. Dat je met mij samen je lekker hebt getraind. Je ziet dit, we hebben weinig tijd of materialen nodig om een heerlijke training te doen. Vooral nu in deze tijd heel belangrijk om aan je gezondheid te werken. Niet alleen voor je fysiek, maar ook mentaal lekker te kunnen afschakelen van de werkweek of de werkdag. Dus spreek er ook lekker voor naar iedereen. Voor nu wil ik jou heel erg bedanken en een ontzettende fijne avond wensen. En graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.